welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een look maken, of ja, ik maak twee looks. Ik ga de helft van mijn gezicht doen met de make-up look die ik gewoon everyday doe. En op de andere helft van mijn gezicht ga ik een hele mooie, heftige, Instagram-achtige make-up look maken. Hier op mijn kanaal en op mijn Instagram en zo maak ik toch 9 van de 10 keer hele heftige looks. Het zijn niet echt draagbare looks, maar gewoon looks om ja, gewoon creatief te zijn en gewoon leuke looks te maken en gewoon lekker veel kleuren te gebruiken. Maar ja, dat zijn niet echt per se de looks die ik ook maak wanneer ik gewoon iets ga doen buiten op straat. Dus aan de andere kant maak ik de look die ik gewoon maak basically bijna altijd wanneer ik gewoon iets ga doen in mijn echte leven. Het is echt een super groot verschil, want qua mijn everyday look ben ik best wel minimaal. Ik gebruik niet heel veel producten. Of ja, in ieder geval niet zo heftig als de andere kant, maar ik hou toch altijd wel een beetje van glam, maar het is dan meer een natural glam. En aan de andere kant gaan we er gewoon helemaal voor. Een cut crease en everything. Dus zo is het wel grappig om echt op één gezicht, op mijn gezicht, de twee soorten looks naast elkaar te zien, want dan zie je echt hoe groot het verschil is, hoe groot het contrast is. Ik heb ook al een hele video's staan hier op mijn kanaal waarin ik mijn everyday make-up look creëer. Dus die staat op mijn kanaal. Ik zal hem ook wel beneden in de beschrijving linken als je die wilt zien. Want vandaag zie je alleen maar de helft en in die video zie je gewoon de complete look en hoe ik het doe. Dus ja, laten we gewoon snel beginnen. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren en dan gaan we gewoon beginnen. Nou mensen, ik ben net terug van Spanje. Ik heb een week lang niet gefilmd, want ik was een week in Spanje. Dus dit is de eerste video die ik weer maak na een week. Het voelt echt zo raar, oh my god. Al is dit niet de eerste video die online komt na mijn terugkomst vanuit Spanje. Maar het is wel de eerste video die ik nou maak. Maar mijn video's zijn op het moment een beetje door elkaar heen, omdat ik dus 2 keer in 1 maand wegga. Oké, ik heb mijn wenkbrauwen al gedaan, zoals je kunt zien. Mijn wenkbrauwen doe ik bij allebei de looks altijd als eerste. Voor mijn Instagram looks begin ik bijna altijd eerst met mijn ogen. Maar voor mijn everyday look begin ik eigenlijk altijd met mijn gezicht. Maar ik ga gewoon voor nou even allebei beginnen met de ogen. Dus we gaan even inzoomen. Nou, we zijn weer lekker up close op mijn gezicht. Mijn rechterkant wordt Instagram en mijn linkerkant wordt everyday. Maar voor jullie is het andersom. Nou, ik ga eerst beginnen met de Instagram look, omdat die echt het heftigste wordt. Het paletje die ik gebruik is Smoke Show van Colourpop. Dit is een heel mooi grijs-zwartachtig paletje. En ik ga hier een hele mooie heftige cut crease-achtige look maken. Ik heb een look gezien bij Kim Kardashian. Ik zal die even laten zien op Instagram. Ik heb hem opgeslagen. En ik dacht, deze look wil ik echt heel graag namaken, want ik vind hem echt super leuk. En dit is dan de look. Echt een prachtige, heftige, mooie look. Dus deze ooglook ga ik creëren op mijn rechteroog. En zoals altijd ga ik beginnen met primen. En ik gebruik mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. Zo, en hier prime ik niet. Dus het voelt me echt raar om alles maar te moeten doen op één oog. Oké, ik wil haar look echt zo precies namaken als kan. En ik zie dat zij hier in haar crease een beetje bruin heeft. Ik heb geen bruin in het paletje. Dus ik gebruik even mijn Benefit Hoola Caramel Bronzer. En die ga ik een beetje aanbrengen in mijn artkaartboog. Zo, dit is wel genoeg bruin denk ik. Dan ga ik in met de licht grijze matte kleur. Die heet Sleden. En die breng ik dan ook zo aan in mijn artkaartboog. En ik blijf een beetje onder die bruine kleur. Zo, dan ga ik met mijn Catrice Concealer een cut crease maken. Zo, en ik heb hem helemaal zo omlaag gemaakt, want dat heeft zij ook op haar foto. Dan ga ik een kleur aanbrengen op de cut crease. En ik gebruik de lichte, hele lichte grijze matte kleur. Die heet Stone Face. Want zij heeft ook daar zo'n hele mooie lichtgrijze matte kleur zitten. Dus dat ga ik dan ook doen. En dit breng ik zo aan over de hele cut crease. Ik druk het er gewoon zo in. Oké, ik vind het toch iets te donker. Die van haar is iets lichter. Ik ga het anders doen. Ik ga eerst beginnen met de witte matte kleur. Die heet Young Love. Ik ga eerst die aanbrengen en dan die andere kleur erop. Dan wordt het toch iets meer fel. Kijk, deze witte kleur is echt een stuk feller. Zo, en dan is het tijd voor eyeliner. Ik gebruik mijn Catrice Brush Ink Pen. Deze is super fijn en ook heel puntig en dun. Dus ideaal om zo'n hele dunne lijn te maken. En zij heeft ook zo'n zwarte lijn over de cut crease. Dus dat ga ik helemaal namaken. Ik ben een beetje zenuwachtig. Want die lijn moet in 1 keer goed gaan. Anders is de hele look verpest. Dus ik ga mijn best doen. Woe!
Oké, de wing is helemaal gemaakt. Nou ga ik dus een zwarte lijn maken over de cut crease. Op zich is dat niet heel moeilijk. Ik moet gewoon de cut crease volgen. Dus ja. Nou mensen, het is gelukt. De lijn is mooi strak. Godzijdank, wat was dit een stress zeg. Als mascara gebruik ik mijn Mini Benefit Bad Gal Tongue Mascara. Deze is super fijn. En dan ook natuurlijk hele heftige nepwimpers. Ik gebruik mijn pre-wimpers. Deze zijn te koop bij de pre in de stijl 747. Die ga ik eventjes opdoen. Oké, dit is dan de Instagram ooglook. Ik ga straks ook de onderkant doen. Dit oog doe ik nog niet, want ik begin altijd hier eerst met mijn gezicht. Dus die ga ik zo meteen doen. Dus we gaan nou weer even uitzoomen en dan verder met het gezicht. Oké, ik ga beginnen met het gezicht. Ik ga beginnen met primer. Dat doe ik bij allebei de kanten. Alleen gebruik ik voor de Instagram look vaak 2 en voor de everyday look maar 1. Ik ga beginnen met mijn Too Faced Hangover Primer. Die breng ik aan bij allebei de kanten. Hierdoor blijft mijn make-up langer en beter zitten op mijn hele gezicht. En wat ik dan vaak ook nog doe bij de Instagram kant en niet bij de normale kant is mijn Benefit Professional Primer gebruiken. En die breng ik dan nog zo hier aan bij de poriën om ze wat minder zichtbaar te maken. Dit doe ik vaak niet bij de everyday kant, gewoon puur omdat ik dan daar te lam voor ben. Dan foundation. Ook dit doe ik verschillend, want vaak voor mijn Instagram look gebruik ik er eentje met echt een volledige dekking. En voor mijn everyday look gebruik ik vaak eentje met meer een normale-achtige dekking. Dus ik ga 2 verschillende gebruiken. Op die van de Instagram kant gebruik ik eentje van Juvia's Place. Deze heeft echt een volledige dekking. Super mooi. Dit is in de kleur Vers 620. En op mijn normale kant gebruik ik mijn Benefit Hello Happy in de kleur 4. En die heeft meer een normale dekking en die is ook een klein beetje glanzend en dat vind ik mooi, dus ik ga ze allebei gebruiken. Ik gebruik hiervoor mijn Tati Beauty Blenderful. Die is nog wel een beetje vies. Ik heb die de hele week meegebracht naar Spanje en ik vind hem echt geweldig. Hij is super fijn. Ik heb hem daar continu gebruikt. Oh, ik heb denk ik iets te veel gepakt. Oh my god. Oké, ik ga beginnen met de Instagram kant. Kijk hoeveel dit product dekt. Oh my god, het is echt geweldig. Hij is ook echt super fijn. Alleen ik heb wel iets te veel gebracht. Ik stond er niet echt bij stil dat ik nou maar 1/2 hoef te doen. Dus ja. Kijk even wat een verschil. Oh my god. Hier is nou helemaal niks en hier wel. Kijk hoe smooth die is. I love it. Oké, en dan de andere kant van mijn Benefit. En dan gebruik ik een andere hoek van mijn Tati Blender. Ik gebruik hier de schone hoek. Nou, die kant is ook klaar. Ook echt prachtig. Maar je kunt echt zien dat hij een stuk minder dekt dan de andere kant. En hij glanst iets meer. Die andere is iets meer mat. Ik vind ze allebei prachtig. Allebei goede producten. I love them both. Maar ja, ik gebruik ze gewoon allebei voor andere creaties. Laat ik het zo zeggen. Maar ik vind ze echt allebei heel erg mooi. Oké, dan concealer. Qua concealer gebruik ik gewoon bij allebei de kanten altijd de same. En ik breng ze ook altijd aan op allebei dezelfde manier. Ik gebruik mijn NYX Born to Glow Concealer. Dit is in de kleur vanilla. Ik breng alleen altijd hier iets minder aan. Dan breng ik het meer zo aan. Terwijl hier breng ik altijd best wel veel aan. Maar voor de rest is het gewoon overal de same. Ik breng altijd gewoon zo hier een lijn aan. En een beetje op mijn kin. Zo, meer verschil is er niet echt. Ik blend het ook weer in met mijn Blenderful. En dan weer met de andere schone hoek. En dan wat ik altijd doe bij mijn everyday kant is dat ik de concealer ook gelijk gebruik om zo te primen hier. Dan is dat alvast mooi smooth. Kijk, ik zie nou ook al echt verschil, ondanks dat ik maar 1 concealer heb gebruikt. Hier is het veel heftiger, veel lichter en hier is het meer everyday, meer ja, gewoon voor alledaags. En dat vind ik altijd toch iets beter. Ik vind dit altijd vaak iets te heftig voor everyday. Ik ga ook cream contouren. Dat doe ik bij mijn everyday look bijna nooit en bij mijn Instagram bijna altijd. Dus ik ga het alleen maar hier doen. En om te contouren gebruik ik een Fast Base Stick van Revolution in de kleur F14. Dat is een mooie donkere kleur en deze is best wel fijn om mee te contouren. En ik breng het alleen maar hier aan bij mijn wang en een beetje hier bij mijn voorhoofd. Zo, en dit ga ik dan ook weer zo inblenden.
Zo, en dan ga ik mijn Huda Beauty Poeder gebruiken in de kleur Pound Cake. En hiermee ga ik mijn gezicht poederen. Dat doe ik ook weer bij allebei de kanten gewoon precies hetzelfde. En dan gebruik ik de andere kant van mijn blendervorm. En dan pak ik ook een beetje poeder en die breng ik hier zo aan op mijn ooglid. Want daar had ik ook concealer gedaan. En dan haal ik alle poeder er weer af met een grote fluffy kast. Zo, ik denk dat je ook nou vooral door de cream contour echt nog een verschil kunt zien met hier en met daar. Hier is het allemaal echt een stuk heftiger. Dan ga ik ook nog poeder contouren. Ook dit doe ik altijd gewoon bij allebei de kanten. Vooral mijn neus. Echt, ik moet altijd mijn neus contouren, wat ik ook ga doen. En ik gebruik altijd mijn NYX contour paletje. Deze onderste kleur. En dan begin ik met het contouren van mijn neus. En dan ook mijn gezicht contouren. Zo hier bij mijn wangen. Maar dit doe ik alleen maar bij de everyday kant. Want bij de andere kant heb ik al de cream contour. En dan wordt het toch altijd iets te heftig als ik ook nog dit aanbreng. Dus dit doe ik alleen maar als ik niet heb gecream contoured. En dan is er nou hier ook een klein beetje een contour zoals je kunt zien. Dan pak ik nog een kwast om de neuscontour uit te blenden. Dan gebruik ik ook nog een pressed poeder. Deze is van Benefit in de kleur 2, een mooie lichte kleur. En dit doe ik ook altijd gewoon bij allebei de looks. En dan pak ik gewoon een beetje van die pressed poeder. En die breng ik dan ook zo extra aan hier onder mijn ogen om het nog extra te verlichten. Ook dit doe ik ook gewoon altijd bij de everyday kant, want ik vind het altijd heel erg mooi staan. En dan een beetje MAC Fix Plus. Oké, dan ga ik verder met de ogen. Ik ga even dit oog afmaken. Ik doe een nude kleurtje in mijn waterlijn. Deze is van Rimmel London in de kleur 5 Nude. En dan pak ik weer die Benefit bronzer en die ga ik een beetje aanbrengen op de onderste wimperrand. En dan weer die grijze kleur uit het paletje. Die breng ik dan ook een beetje aan op de onderste wimperrand. En dan pak ik ook een beetje van de zwarte matte kleur, echt maar een heel klein beetje. En die breng ik dan ook nog een heel klein beetje aan hier bij de wimperrand. Maar echt maar super klein beetje om het gewoon iets donkerder te maken. En dan gebruik ik weer mijn Benefit mascara voor de onderste wimpers. Oké, dan is voor nu dit even klaar. Ik ga verder met het andere oog. Voor mijn everyday look gebruik ik eigenlijk nooit oogschaduw. Dus ik ga geen oogschaduw opdoen. Wat ik wel vaak doe is een winged line. Dus dat ga ik nou ook weer doen. Ik gebruik gewoon weer mijn Catrice eyeliner. Ik ben hem kwijt jongens. Oh, hier is hij. De brush ink. En hiermee ga ik ook weer gewoon een lijn aanbrengen. En dan ook weer een klein beetje mascara. En ook bij mijn everyday look gebruik ik altijd nep wimpers. Want het moet gewoon, want ik heb echt geen echte. Maar ik doe nooit zulke heftige op als hier. Maar ik gebruik vaak ook die van de Prime. Maar nou in de stijl 723. Die zijn echt een stuk minder heftig dan die ik nou hier op heb. Dus deze ga ik ook eventjes opdoen. En dan ook weer een beetje mascara op de onderste wimpers. Zo, en dat was het dan. Dit is mijn basic ass look die ik altijd doe. Dat is echt een groot verschil met het rechteroog. Ik brons ook altijd mijn gezicht. Dat doe ik bij allebei de same. Ik gebruik mijn MAC Give Me Sun bronzer. En ja, basically bij allebei de kanten breng ik altijd te veel aan. Dus ja. Deze kwast is nog nat, jongens. Deze kwast is gewassen, maar hij is nog nat. Dus ik ga even een andere kwast gebruiken. Ook qua blush is er niet echt een verschil. Ik gebruik vandaag mijn Maxi Blush in de kleur 4 van Rimmel London. Is een hele mooie peachy oranje-achtige blush. En dan highlighter. Ook daarin geen verschil. Ik breng ze allebei heftig aan en op veel plekken. Ik gebruik vandaag mijn Pixie paletje in samenwerking met Rage Loves. Dit is echt een van de mooiste glow paletjes ever. En ik gebruik deze onderste kleur. Die heet Glut. Nee. Ik gebruik de andere kleur ernaast. Die is iets te licht. En deze heet Tea. Super mooie kleur. En dan pak ik wel die lichtste kleur. Die heet Clutch. En die breng ik dan nog een beetje aan. Zo hier in mijn binnenste ooghoeken. Ook dit doe ik bij allebei de kanten. Ik ben gestopt met echt een hele heftige glow aanbrengen hier onder mijn wenkbrauwen. Omdat er daar toch best wel wat structuur zit. En door die glow begon je die structuur echt super goed te zien. En dat vond ik toch niet meer zo mooi. Dus ik laat het hier gewoon een soort van mat. Zo, en dan de lippen. Mensen, als je me al een tijd volgt, weet je dat ik altijd mijn Morphe Sweet Tea lippotlood gebruik. Ik ben die in Spanje verloren.
En ik had hem net nieuw gekocht, want die andere was op. En ik had die andere bij die ik net had gekocht. Hij was nog helemaal lang en groot en helemaal ready to be used. En ik ben hem gewoon kwijtgeraakt in Spanje, dus... F my life. Nou ben ik gewoon mijn favoriete lippotloodje kwijt die ik altijd gebruik. Dus nou ga ik een andere gebruiken. Ik ga vandaag voor een nude lip. Ik gebruik mijn NYX Suede Lip Pencil in de kleur London. Die gebruik ik gewoon bij allebei de kanten. Ook qua lippen is er niet echt een verschil. Ik doe ook gewoon altijd bij allebei de same. En dan als lipstick heb ik er eentje van Maybelline. Deze is super mooi in de kleur 930. Is een hele mooie nude kleur. Een hele fijne creamy lipstick dit. Ik vond het zo grappig. Iemand had onder mijn video's gezet dat ze het heel satisfying vindt om mij lipstick te zien aanbrengen. Super grappig. Nou, en dan nog wat fixing spray en dan is het klaar. Ik gebruik eentje van Catrice. Nou mensen, dit was het dan. Wat een verschil jongens. Jeetje. Het is echt een heel groot verschil in wat ik maak voor Instagram en wat ik maak voor everyday. Dat is echt een super groot verschil. Let me know wat jouw favoriete kant is. De Instagram kant of de meer everyday kant. Ik vind ze allebei mooi. Ik vind het allebei iets hebben. Maar ja, de ene is gewoon iets heftiger dan de andere, but I like it. En zo zie je echt heel goed het verschil, omdat het nou echt precies zo naast elkaar zit, zie je echt heel goed, oké, deze is echt minder heftig en de andere kant is echt super heftig. Maar ik vind het allebei mooi, ik hou ervan om allebei de soort looks te maken en ja, ik haal gewoon echt plezier uit allebei. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken en mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!